Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom terug bij een nieuw adventure met Boyke. Vandaag gaan wij naar Onze Kassen in Almere. Ja, je hoort het goed. Vandaag is het deel 2 van Onze Kassen in Almere. Ik ben een tijdje hier geweest en dat was ongeveer anderhalf maand terug of zo. En vandaag gaan we kijken hoe het nu uitziet in de kassen van Almere. Oké, volg mij en dan gaan we samen op avontuur. Oké dan. Ja, hier zijn ze dan weer. In Onze Kassen. Oh, het ziet er allemaal... Echt, alles wat in bloei nu. Vorige keer alles was alles nog een beetje groen. En nu is echt alles in bloei. Kijk, gele tomaten, alle gele tomaatjes. Zaakjes uit en die blijft goed. Dat is hartstikke leuk. Oké, zijn ze zoet? En dan krijg je lekkere tomatensausje. Oh. Ja. Goeiedag meneer. Hallo. Zo, u bent aan het oogsten? Aan het oogsten, ja. En wat voor tomaten zijn dat eigenlijk? Dit zijn mini pomodori. Ja. En is het lekker dan? Of, Ja, je hebt verschillende soorten. De gele zijn heel erg zoet. Mm-hmm. De gewone San Marzano die hebben heel veel sap, dus die geven mooie pasta sausen. Okay. Mm-hmm. En de kleintjes die doe je dan weer lekker in salades of een beetje roosteren door de soep. Ja. Okay. Zomer op je bord. Ja. Ja. Ook in het buitenland meegenomen zaadjes. Oké. Okay. Kijk, mooie gele tomaten. Wow. Oh kijk, nog een grote tomaten. Kijk al die Surinaamse dingen. De Amsterdamse spinazie die helemaal tot aan de plafond gegroeid is. En natuurlijk vijgen. Ziet u? Allemaal mooie, lekkere vijgen gewoon. Oh kijk! Aubergine. En dan heb je hier ook aubergine.
Taaienblad, komawiri. Ja. Een kleintje. Heel veel pompoenen. Het lijkt wel echt of ze heel veel mensen pompoenen zijn gekweekt hebben. Zo kan je het beter zien. Ja. En wat is dit dan? Het is allemaal mooi onder de broei. Oh, dat is van Dennis, ja. Dennis moet drijven, zie je. Oh, kijk, pepers, mensen. Zoveel pepers. Zo'n mooie boom, ik weet niet wat het is, een banaanachtige. Kijk, bittermeloen. En tomaatjes allemaal, verschillende soorten. Kijk mensen, het is minima. Ik weet niet of dit het in het Hindoestaans heet, maar dit is, of in het, ik weet alleen hoe dit in het Hindoestaans heet, maar niet in het Nederlands. Kijk mensen, wow, zoveel daar, mijn god. Ziet u? Ik ga dat helemaal niet gezien bovenin. En daaronder, dit, dat is allemaal, hoe dat weer, Amsterdam. Mensen, ogen. Ik kan er niet echt bij komen, maar zo moet je wel kunnen zien. Peperplantjes, allemaal peper. Mijn broer. Heb je die pronkbonen? Die? Pronkbonen. Oh, kijk eens. Kijk, dit is pronkbonen. Dit had tante vorige keer gemaakt. Oh, okay. Dit is pronkbonen. Oké, mensen, kijk eens. Pronkbonen. Ik ken het allemaal niet, maar goed. Ik heb gehoord dat het pronkbonen zijn. Kreli, die ken je wel. Kreli.
mensen. Kijk. Nee, maar één plant. Heb ik hem in de buitenkant gedaan. En ik heb er zoveel gehad. In de buitenkant. Ja, in de buitenkant. Jullie die ik met z'n hart wel die samen van jullie. Lieve mensen, ik ben nu bij Cynthia. Hi Cynthia. Hallo. Hi. Kun je jezelf voorstellen, Cynthia? Ik ben Cynthia. Ik heb een moestuintje hier in de kast samen met mijn dochter. Uh-huh. Dit is wat je nu ziet. Is dagoblad. Ja. Dat gaat bijna weer weg. Uh-huh. Dit moeten rode boontjes worden, zie je? Ja. Ik heb ze laat geplant dit jaar, want als je het vroeg doet, ja, merk ik dat het snel luizen krijgt. Ah, okay. En nu is alles zeg maar luisvrij. Hè? Uh-huh. So propos. Ja. Dit plantje zag ik plotseling vanzelf komen. Ja, ja. Terwijl hier al mijn soepropooi is. Okay. Kijk maar. Dus we kunnen straks weer gaan oogsten. Ja. En soepropooi is altijd lekker in mijn is altijd lekker. Ik heb verschillende soorten. Ja. En wat heeft u nog meer? Ik heb, ik heb een beetje Bitawiri. Ja. Dat is dit. Dat zou ik net gaan oogsten. Mm-hmm. En ik zie ook dat hij ook ladyfingers heeft. Oker? Ja. Ik zal eentje voor je pakken. Ik zie eentje ergens in mijn vinger. Als je wil, kan je het gaan filmen. Kijk, hij is daar. Oh, daar achter. Zie je hem? Vanaf de andere kant. Ja. Yeah. Oh ja, hier hè, tof. Kijk, hiervoor heb je een mooie. Zie je nou? Ja, kijk hiervoor, ja. Dat is echt een heel mooie. Ja, en op de tafel had ik al een paar die geopend zijn. Oh, en zo ziet het, uit dan? Ja, die bloemen zijn zo mooi. Ja. Oh ja, mijn vrouw heeft al een beetje geoogst. En heeft u nog wat speciaals, mevrouw? Heeft u geen cassave of zo? Of geen nee, andere aardse producten? Nee, Afrikaanse antwoord. Welke, hoe ziet dat eruit? Loop maar. Nee. Kijk, dit is citroengras. Ja. Dit is verbenen. Uh-huh. Maak ik thee van. Ik drink het heel veel. Kijk, dit is die Afrikaanse antroa. Zijn kleiner dan ja, de. En, is het net zo, en ze smaken net zo. Is echt, dus net zo bitter. Ja. Pas op hoor. Ja. Boulanger. Oh ja, tuurlijk. Ja. Hier zo. Aha. Daar zitten er ook nog een paar. Aha. Hier heb je ook nog. Ja, oh, dat is Afrikaanse antroa. Ja. Of is het op zijn tomaatjes? Nee, ze zijn echt Afrikaans gelijk op te maken. Ja. Kijk, madame. Ja, madame Jeanette. Tuurlijk. Oeps. Met de oerwoud, hè? Ja. Heel voorzichtig. En dit is gewoon taaierblad, man? Nee, dit is geen taaierblad. Of is het wat is Chinese taaier. Chinese taaier. Oh. Daar kan je lekker soep van maken, mevrouw. Ja. Laos. Oh ja, tuurlijk. Mooi hoor. Dat is echt alsof ik een Suriname ben. Kijk daar. Die Toyota. Ja. Oh ja. Wat helemaal boven gegaan. Ja. Oh ja. Op witte meloen. Kijk, hier heb je ook weer. Ja. En hier is ook weer Bitawiri. En kijk, een fireboom. En je hebt toch speciale dingen. Ja, ja. Is dit, zijn dit papayaboompjes dan? Het is een papayaboompje. Echt? Oké. Okay. Maar het lukt me nog steeds niet om echt papaya te krijgen. Ja, ik heb een papayaboom lang niet meer gezien hoor. Ik zeg je eerlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Maar die bladeren zeggen ze, kun je ook thee van maken. Ja? Is ook geneeskrachtig. Mm-hmm. Ja. Je kan heel veel dingen eten hoor. Mm-hmm.
zoals die Antrois-bladeren. Ja. Ja, die kun je opeten dan? Ja, ik hou die merken weg. En dit zijn weer de bitaldieren. Dit is echt mijn bitaldieren. Zeg maar, hoekje. Soms dan krijg je nog een plantje tussendoor. Mm-hmm. Vandaar. En de taaienblad die daar is. Ja. Oh, natuurlijk. Je hebt wel een mooi tuintje op elkaar. Echt waar. Oh, ja, oh, oh, ze heeft, zij doet ook haar best, hè? Sorry. Ja, zij houdt van haar partner. Ja.